allemaal begonnen aan de Noordweg, bij de twee tankstations. Die staan er nog steeds, in 1983. En ja, wat het verschil nu is, daar hebben we ook een werkplaats en daar verkopen we ook nieuwe en gebruikte auto's. En dan hanteren we ook twee merken, en dat is Nissan en Hyundai. En eigenlijk hebben we daar alleen Nissan en Hyundai. En hier hebben we ja, alles zoals je kan zien. Wie begon het bedrijf? Is dat je vader geweest? Of? Ja, mijn vader en dan zijn broer, mijn oom. Begonnen met het tankstation. En daar zijn ze eigenlijk bij dat tankstation gebruikte auto's gaan verkopen. En ja, zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. En toen zijn we midden jaren 90 ook Nissan dealer geworden. En ja, en zo verder. Nu is het 2020 staan we hier in Middelburg. Ja, maar het klinkt, hè, je hebt het misschien als kind meegemaakt, maar volgens mij ben jij nog niet zo heel oud. Of, Nee, ik ben 29. Ja. En ja, mijn broer die zit dan in Roosendaal. En ik heb nog een neef, die zit in Spijkenisse. En mijn neef is een jaar ouder en mijn broer die is 6 jaar ouder. Het is echt een autofamilie. Dat is Loot Arnold. En ja, die ken ik van alles, maar... Is ook wel eens in de stad te vinden, heb ik gehoord. Ja, zeker. De mensenlift en de autolift. En hier is de autolift, ja. Hiermee, ja, we kunnen er ook wel even in kijken hoor. Hij kan 3000 kilo aan, dus. Dat kan wel is ook echt, er kan zelfs een kleine vrachtwagen nog. Ja. Maar er is nog dak genoeg om een keer te beklimmen voor mij. Nou, dit is de bovenste verdieping. Ja, hier zijn we op de bovenste verdieping inderdaad. Ja, ook weer hier heel gevarieerd aanbod. En zit er nog een soort sorteersysteem dat op deze verdieping staan? Bepaalde prijsklassen of staat het echt allemaal een beetje door elkaar? Nee, wat we juist willen creëren is dat mensen hier binnenkomen en eigenlijk ja, een beetje rond gaan kijken. Zoals in de kledingwinkel ja. Misschien wel is eigenlijk. Ja, dat proberen we wel een beetje te creëren. Heeft die crisis ook nog invloed op de zaken of valt dat mee? Ja, het zou gek zijn natuurlijk om te zeggen van niet. Maar ja, de autowereld is als enige branche eigenlijk nog volledig operationeel. Kijk, hier heb je ja, een spiksplinter nieuwe BMW en daarnaast staat een hybride auto. Eigenlijk twee contrasten, zeg maar. Ja, en dat somt wel op wat wij hier doen. En is die echt helemaal nieuw, die BMW? Of? Nee, die is ook die is uit 2019. Oké. Okay. Dus ja, we hebben hier natuurlijk alleen gebruikte auto's, maar hij is zo goed als nieuw. Wat voor soort auto rijdt de baas nou eigenlijk? Waar rij jij in? Ik rijd elektrisch, in een echt? Nissan Leaf, ja. Oké, okay, wel een Nissan? Een Nissan Leaf, ja. Okay. Iedereen die hier werkt, die rijdt een eigen merk, dus of een Nissan of een Hyundai. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, hier staan de auto's ook echt in de showroom, zeg maar. Dit kan je ook goed zien vanaf de wegkant. Ik vind jullie posters aan de wand vind ik ook wel echt wel te gek. Ja, mooi hè? Ja, die zijn echt te gek. Is dat ook... Nou ja, dat is geen Zeeland dit. Nee, dit zijn foto's uit de Mille Miglia. Dat is wel Italië. Oh, dat hebben we wel. Dat hebben we wel. Dit is ook nog een Alfa, ook nog. Oh ja? Ja dus, oh, dat is ook geen toeval. Nee. Maar we hebben ze zwart-wit gemaakt. En ja, ervoor gezorgd dat de auto's in oranje kleur zijn van Sturm Dealer Occasions. Kijk, dat zie jij graag natuurlijk verkocht. Dan zijn ze het mooist. Hè? Ja, ja. Daarachter nog eentje. Ja. Jij bent wel een geboren Zeeuw, neem ik aan. Absoluut. Sturm, nee, absoluut. En Sturm, dat is ook een behoorlijk Zeeuwse naam. Ja. Grappig is, mijn opa is ook op een duur naar Middelburg verhuisd en die is zelf ook nog autodealer geweest. Oh ja? Ja. In de buurt van de Rotterdamse Kaai had hij... Oh ja. Daar heb ik al oude foto's van gezien volgens mij. Ja. Oh, dan wil ik gelijk wel zien hoeveel BMW's heb je nu staan. Ik heb er 6 staan. Oh, jij bent gewoon uit je hoofd? Ja. Ja, maar. Ja, maar jullie zijn de verkopers, hè, heren? Ook dat nog. Vertel eens heel kort, we hadden het er net al even over, maar je bent al heel lang in dienst, begreep ik. Of je bent weer terug van weg geweest ooit? Terug van weg geweest, ja, klopt. Ja. Ik zit nu weer, kijk eens, Sturm Dealer Occasions heb ik samen met Dennis Sturm begonnen. Dus ik 8 jaar geleden. Ja? Ja. Is 2 jaar, ja. Maar jij zat al heel wat jaartjes in de autobranche. Ja. 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 Nog steeds tot volle tevredenheid. Zeker. Zou niks anders willen. Ja. Ik kan verkopen, dat is goed. Ik zit hier nu bijna een jaar. Oké, dan ben je de jongste medewerker. Ook nog, ja. Deze vestiging wordt niet gesleuteld. Nee, wel gepoetst. Jij bent niet de meeste poetser, hoor ik net. Klopt. Maar wat ben je daar nu aan het doen? Het ziet eruit te schuren, maar je bent aan het polijsten. Nu ben ik aan het polijsten, ja. En wat doe je dat dan met een soort wax of zo? Of? Nee, daar hebben we een speciaal polijsmiddel voor. En dan halen we eigenlijk de waas en overtollige kras ermee uit. Dus dan doen we zo maar een hele auto mee polijsten. Hey, maar je doet binnenkant, buitenkant, eigenlijk doe jij gewoon niet net van binnen wordt hier grondig gereinigd. En de bekleding, alles wordt eruit gehaald eigenlijk, wordt helemaal schoongemaakt. En dan vervolgens wordt de buitenkant grondig gewassen. En dan polijst. Dan heb je dus ook een fotostudio hier zo? Ja. Heb je daar een fotograaf voor die dat voor nee, je doet? Nee, dat doen we zelf. Ja.
En die foto's die gebruik je dan voor online en voor, ja, voor onze voorraadpresentatie. Ja. Dat is de buitenafdeling. En dan staat er daar eentje op een bok. Dat is ook een Infiniti, ja. Maar waarom zet je die nou specifiek op een bok? Omdat we zitten natuurlijk hier op zichtlocatie. En dan wil je wel eens een speciale auto daar laten zien. En zo valt hij net wat extra op als je daar op de weg rijdt.